Ik ga u een presentatie geven. En die presentatie, het is op een PowerPoint. Sommige mensen waarschijnlijk kunnen het niet zien van daaruit. Maar dan kan ik wel verder daarop ingaan. Ik zal even proberen de techniek, of dat werkt. Ja, dat werkt. Wij introduceren vandaag Maastricht Airlines, waarbij onze motto is first class service en business. Betekent, u krijgt de beste service die u kunt bedenken en die ook mogelijk voor zo'n klein vliegtuig als een Fokker 50. Dit idee kwam, dat liepen we al jaren mee. Zoals u, meeste van u mij kent, ik ben Hamid Kerboua, geboren in Algerije, wel opgegroeid in Nederland, waar 33 jaar in Limburg. Ik ben vlieger van beroep, gezagvoerder. Ik heb verschillende bedrijven gestart, waarbij Denemair in 1995 verkocht in 2000. Dat moet heel duidelijk zijn, dus ik ben er niet meer bij. Verkocht in 2000. Daarna heb ik in tussentijd twee bedrijven in Afrika mee geholpen met start-up. En Amsterdam Airlines. Ook voor de duidelijkheid, Amsterdam Airlines, daar was ik mee betrokken, vanaf het begin. We hadden een model van business doen. Hoe moeten we gaan doen? En we hebben het geprobeerd, waarbij daarna een paar andere aandeelhouders hebben besloten om de businessmodel te veranderen. Toen heb ik mij bedankt, na een jaar. Dus als ik failliet ga, dan moet u niet schrijven op mijn cv. Hè? Dan heb ik daar niks mee te maken. Voor de mensen die dat niet weten. Ik wil heel graag mijn managementteam presenteren, één per één. Als die naast elkaar kunnen staan nu, dan kan ik het even doen. En dan kunnen zij straks gaan werken. Dat het bedrijf bestaat. En dat zijn we. Ben ik zelf, Hamid Kerboua, directeur. Edwin Poldermans, maintenance manager, als u zichzelf even je gezicht laat zien. Bas van Gissel, flight operation manager. Femke van de Heuvel, cabin crew manager. Arthur Gevering, kwaliteit manager, heel belangrijk iemand. Norbert Zoet. Hij heeft een kindje gekregen, die is net vader geworden. Maar die wordt door zijn eigen team, Cynthia de Wilde en Marjolein Pereboom. Dan heb ik ground ops manager, ook heel belangrijk, Jaap Buitenhuis. Als hij die mensen bij elkaar telt en hij zegt wat van ervaring hebben ze in de luchtvaart, dan durf ik te zeggen meer dan 100 jaar. Kunnen we het nu tellen en dan komt u veel hoger aan dat. Dat is onze management. Dankjewel allemaal. Wat gaan wij doen? Zoals de burgemeester heeft gezegd, wij gaan zorgen voor vanaf 25 maart, of zeg maar vanaf 1 maart, 66 werkplaatsen hier op Maastricht Aken Airport. 26 bij op kantoor en 40 bemanningsleden. En daar verwacht ik, dat verdubbelt na een jaar. Waarom verdubbelt het? Dat verdubbelt het omdat er komen wat meerdere vliegtuigen bij. En dat gaan we, moeten we meer mensen aannemen. Dat resulteert, en dat kunt u wel zeggen, het is een schatting, maar ik denk bijna zeker voor zeker 200 indirecte arbeidsplaatsen. En dan noemt u maar de taxichauffeur, de cateringman, de koffieshop mevrouw en de bus en de bagageafhandelaar enzovoorts. Dat denk ik dat komt erbij. Hopen we dat nog meer kansen geven en nog groter wordt. Wat is onze business? Wij zijn eigenlijk business to business. Wij gaan niet de low-cost carriers volgen. Dat is een andere module van business, dat de model. En dan moeten ze daar hun werk doen, vooral blijven doen. We hebben het geprobeerd. De eerste, daar kwam Virgin. En daarna kwam EasyJet. Daarna kwam Ryanair. Het zijn allemaal geweldige maatschappijen. Alle respect voor hun, voor wat die allemaal gedaan hebben. Maar die hebben gekozen voor een andere markt. Wij kiezen voor iets anders. Wij gaan vliegen vanuit Maastricht Aken Airport. En de bestemmingen zijn Amsterdam, München en Berlijn. In 2014 gaan we Parijs, Londen en Kopenhagen. Dat zijn de bestemmingen.
Als u verder vragen hebt, dan doen we dat bij die vragen als het mag. We gaan ook in dit weekend, omdat er niet zo intensief gevlogen in dit weekend, ad hoc charters aanbieden aan de reisagenten of bedrijven die daar behoefte aan hebben. Ga ik te snel? Ja, prima. Flight crew, bemanning. Het zijn zeer ervaren captains die komen van andere maatschappijen. Die bij ons komen vliegen en als gezagvoerders hebben we een afspraak gemaakt met een school in Limburg, waarbij in de toekomst, dat zeg ik het heel duidelijk, in de toekomst, niet nu, deze badge hebben wij van ergens anders, de co-piloten, maar in de toekomst gaan we vandaar halen. Dus dan proberen we daar ook de school aan het werk te houden. Cabine personeel. Onze motto is service with a smile. Dus dan moeten we, dat zijn de NOS, hebben ze al vanochtend al een interview gegeven. Het is niet dat ze niet geïnteresseerd zijn. Hè? We hebben al een uur bij elkaar gezeten. Bedankt. Avara, cabinebemanning. En dus in het vliegtuig heb je de purser, wat wordt genoemd. En de rest, waar Fokker 50, er zijn met twee in. Eén is CA1, noemen we dat, cabine nummer 1 en 1 is 2. We aan het trainen daarvoor. En dan wordt ze, hebben we liever dat ze komen zonder ervaring. Hun onze eigen weg, hoe dat moet. En al die mensen die komen hier wonen in Limburg. Daar zal ik, excuseer, burgemeester, welkom. De service die wij bieden, dan gaat u niet betalen voor uw koffie, dat beloof ik u. En voor uw wijn, en voor uw whisky, en voor je Limburgse fly. Aan boord krijgt u het. Ja, het is niet vrij, het zit in het ticket hoor. Dat hebben we al berekend toch? Daar heeft u al betaald voor. Je bagage tot 20 kilo kunt u dat gewoon meenemen zonder enige extra kosten. Dus is gewoon heel duidelijk. En we zijn keihard aan het werk samen met Maastricht Aken Airport om de check-in terug te trekken tot 15 minuten voor vertrek. Daar zijn we heel druk mee bezig en het zal ons lukken. Status vandaag, waar staan wij? Dat is wat de meeste mensen willen weten. Point-to-point sale. Had ik eigenlijk vandaag gewild om vandaag de website nog te presenteren en kunt u vandaag boeken. We zijn gisteren gegaan met het testen en dan vonden we één clinch in. En dat wil ik niet doen, dat ga ik doen op 15 januari. Daar presenteren we dus onze website. Plus, u kunt u direct boeken naar alle bestemmingen. Vandaag op dit moment, zoals ik het noem, er zijn twee vliegtuigen Fokker 50 geleased. En we hebben met twee luchtvaartmaatschappijen hier in Europa, niet zo ver weg, Fokker 50 operators, die ons voor ons standby kunnen zijn. Betekent, die wachten. Stel, als het ons voor welke reden dan ook kunnen nu vliegen, technische problemen ineens. Dat hoop ik niet, Samco. Maar dan kunnen ze voor ons daar opnemen. Wij starten operatie maandag 25 maart. Eigenlijk schedule beginnen, wat iedereen daar volgt. Maar ik vond het een raar verhaal. Het begon op 1 april, die eerste dag, de maandag. Ik dacht, ik ga dat niet doen. Ik begin een weekje ieder. En wij zijn bezig met bijna 30 maatschappijen die wij samen gaan meewerken. Een interline agreement. Daarin. Dat betekent als u hierin stapt, dan kunt u met verschillende maatschappijen verder naar uw eindbestemming. Als u dat wil, van Amsterdam ergens anders. Wat hebben we nodig eigenlijk? Ik heb geen geld nodig van jullie. Die hebben we allemaal. Ik heb jullie support nodig en net wat ik zei van tevoren, kritisch en positief zijn naar ons toe en naar de passagiers en de gemeenschap hier in Limburg en Maastricht